En we liggen wel echt top hier, hè? Dude, dit zijn super lekkere bedjes. Maar ik heb wel een ideetje. Oké, nou kom maar door. Oké, het heeft te maken met een luchtbed en je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Ben je erbij of niet? Met een luchtbed? Een luchtbed, ja. Ben je erbij? Ja of nee? Ja, oké. We gaan met het luchtbed naar de haaien. Naar de haaien? Ik heb echt heel veel films gezien met haaien, luchtbedjes, water. Geen goed idee. Je hebt al ja gezegd. Ja. Pak me aan het luchtbed. Jij gaat filmen en ik ga het doen, ja? Jij gaat met een luchtbed bij de haaien? Ja, kom. Ik ben helemaal gek, man. Kom, helemaal gek. Dat weet ik. Je hebt ja gezegd, dus we gaan het doen ook. Oké. Nou, dag tent. Tot nooit meer. Ja. Doei. Yo allemaal, leuk dat jullie bekijken naar een nieuwe aflevering van Nachtbrakers. In Nachtbrakers duiken we achter de schermen in een verlaten dierentuin in de nacht. Iedereen is thuis, maar wij hebben sleutels. Kijken wat de dieren in de nacht allemaal uitspoken. En in deze aflevering gaan we slapen bij de haaien. Dus dat wil je denk ik niet missen. Verlaten aquarium. Dat is toch wel wat je in griezelfilms ziet. Hoezo gaat die deur ineens open dan? Ja, ik ga niet kijken trouwens. Ik heb kippenvel, hè. Hé, wat heb jij mij nou weer aangedaan? Ik heb nu wel weer een beetje dat gevoel dat je naar de hoge springplank gaat, weet je wel? Ik krijg ook steeds minder zin. Dit ga ik niet doen. Ga ik niet doen. Ik ga het niet doen. That way. Zo, kijk. Wow. Kijk deze. Wat een pad. Zo. Oh, hij pist. Oh, helemaal hand onder de paddenzeik. Moet je kijken wat een pad, joh. Ik heb misschien al nooit zo'n grote pad gezien. Pas bijna niet eens in mijn hand. Wat een joekel. Hij is wel een beetje de weg kwijt. Ik ga hem gauw weer terug waar hij naartoe ging. Hier naar de stenen. Een steenpad. Oh, hij heeft helemaal hand onder gepiest. Gadverdamme. En gekakt. Hoezo? Daar ging het ook helemaal niet over. Hoezo hebben we dat nou weer? Oh. Is hier een kraantje ergens? Nee. Nee? Een heel groot aquarium. Oh, ja. Jij hebt... Je bent helemaal gek. Hey, ik vind het hier dus eigenlijk gewoon al zonder dat de dieren zitten misschien nog wel grimmiger. Zo'n automaat die een beetje aanstaat. Ik heb het gevoel alsof hier iemand gewoon hier zo achter zo'n ding zo staat, weet je wel. Heb je dat ook? Nee, ik moet nog lachen om die pad. Maar als ik te lang over nadenk, dan krijg ik dat gevoel wel. Ja, snap ik. Hé, we zitten weer midden in dat regenseizoen. Duut! Hey, we moeten rennen. Welke kant op? Naar links. Ik zie niks. Die kikkers gaan elke keer van die onverwachte dingen, niet verrassingen. Nou ja, het begint zo'n aflevering te worden. Het is echt zo'n donkere tunnel waar we in gaan. Ik zie helemaal niks, het is helemaal beslagen. Hé, dit ziet er nu al grimmig uit. Maar dat gaan we doen, dat is een goed idee. Hoezo gaat die deur ineens open dan? Ja, weet ik veel. Ik denk er vliegt iets langs. Ja, maar die deur gaat toch niet zomaar open als er iets langs vliegt? Anders zou die deur de hele dag lang openstaan. Hey, dit vind ik echt niet geinig, hoor. Ja, ik ga niet kijken trouwens. Ja, ik ook niet. Kijken. Ik ga echt niet kijken. Ik kom wel later, we lopen gewoon door. Ik vind dat echt niks, hoor. Ik vind dieren eng, maar ik vind het echt veel eng als hier in de nacht in één keer iemand... tegenkomen. Ik heb kippenvel, hè. Oké, Floris. Haaien in het donker. Dat is een goed idee. Kijk even, hè. Is toch hartstikke gaaf? Ja, en hartstikke donker. Ja, ik heb eens een keertje in Australië was dat, in Great Barrier Reef, heb ik eens een keer een nachtduik gemaakt. Helemaal in het pikken donker met van die duikflessen met haaien. Dan gingen we vanaf een boot helemaal midden op de oceaan. En dan spring je helemaal in het pikken donker, het water in. Ga je met z'n tweeën of drieën.
Maar hoe diep ga je dan? 20, 30 meter. En het enige licht wat je hebt is een soort zaklamp die je hebt. En met die zaklamp kan je schijnen en dat is het enige licht wat je ziet. Dus het lijkt net alsof je soort van in de ruimte zit. En dan schijn je zo en op een gegeven moment schijn je zo. Jij hebt zelf bedacht dat dat leuk was. Ja, dat is toch hartstikke gaaf. Dat is toch het allercoolste wat je kan doen. Ik ken alleen maar met haaien zwemmen met die kooien. Ja, maar dat is met witte haaien. Maar dit was met zwartpunt rifhaaien. En die zijn over het algemeen, als jij normaal doet, zijn die ook gewoon normaal. Dan, dan is dat geen probleem. En dan kan je dus, schijn je dus zo met je lamp. En dan schijn je dus in één keer zo, paf, zwartpunt, rifhaai, paf, rifhaai. En komen ze dan op je af? Niet per se. Ze komen niet per se op je af, maar ze zijn ook niet bang voor je. Dus ze komen ook gewoon, ze komen langs je en dan voel je gewoon zelf bijna een haai. Maar goed, ik heb nog nooit bij ze geslapen. Verlaten aquarium. Wel wat je in Griezelfilms ziet. Ja. Alles donker. Het is ook een beetje een soort stilte voor de storm, heb ik het gevoel. Ik kom er bijna bij de haaien. Oh, ik voel het helemaal. Ik voel het helemaal. Voel je het ook? Zwartpunt rifhaaien. Dit is precies wat ik wilde. Dit is precies wat ik wilde. Zo, kijk deze. Zwartpunt haai. Ja, hier gaan we dit ding op pompen natuurlijk. Kijk jij dat geen goed idee? Ik begin steeds harder aan het idee te twijfelen. Zo moet je hier kijken. Oh. Je ziet echt dat hij bezig is. Hij is echt on the hunt. Oh, wat een feest. Daar gaan we bij. Dus die haaien die zijn natuurlijk allemaal nachtactief. De vissen die zijn dagactief. Dus dat is een mooie combinatie met de slapende vissen waar die haaien nu nou op zoek zijn. Ze zijn constant aan het zwemmen en ze zwemmen een beetje met hun bek open. Oh, kijk, daar zie je het goed. Dat doen ze zodat er water door hun bek gaat. Dat water, dat slikken ze niet in. Het gaat via de kiemen er weer uit. En zo filteren ze zuurstof eruit. En zo kunnen ze blijven leven. Maar wanneer slapen ze dan? Slapen ze nooit? Niet helemaal. Ze rusten soms af en toe een beetje uit. Dat doen ze met bepaalde glijvluchten. Dan zwemmen ze naar de bovenkant van het water. En laten zichzelf heel even een soort van uitglijden. En dan rusten ze 5 seconden uit. Maar vervolgens moeten ze weer naar boven om weer hetzelfde trucje te doen. Ze zijn dus eigenlijk gewoon hun hele leven lang wakker. Kan je je voorstellen dat je 80 jaar oud bent en nooit echt geslapen hebt? Ongelooflijk, hè? Allemaal leuk en aardig. Zij slapen dus niet. Ik wel. En zoals ik net al zei, wij gaan lekker bij de haaien slapen. Daar waren we gebleven. Moeten we eens steeds even... geen goed plan. We gaan het doen. Hoe gaat dit ook alweer? Oh, ik zit in een tuutje. Ja, dit is toch te gaaf. Als we dan naar boven gaan en moeten even kijken, dan leg ik die dingetjes op het water. Maar even kijken. Ik ben bijna klaar. Oké, Floris. Ja. Jij bent niet bang, hè? Want jij gaat slapen bij de haaien. Nee, niet bang, wel moe. Oké, ik moest voor jou mee, maar ik heb ook iets voor jou meegenomen. Komt-ie. Hé, hey, wat heb jij mij nou weer aangedaan? Hey. Die bril is zo. Dit is mooi, precies hoor. Wat ze zoeken. Ja. Dit is precies wat ze zoeken. Als jij denkt, nou, ik ga wel zwemmen bij de haaien, dan gaan we nog een schepje bovenop doen. Toch? Nou, ik had gezegd dat ik niet bang was, dus ik zie echt geen hand voor ogen. Jij moet leidt de weg. Je moet links, links. Ik heb nu wel weer een beetje dat gevoel dat je naar de hoge springplank gaat, weet je wel? En dat je dan zegt van, oh ja, naar beneden zeg je, dat is sowieso een goed idee. Ik krijg ook steeds minder zin. Ja, van beneden lijkt altijd alles lager, hè? Totdat je boven staat. En dat de haaien zitten. Ja, dat is ook nog wel een dingetje. Geen doorgang, is dat het dan?
Nee, nog eentje verder. Hoogste punt. En dan moet ik even de sleutel pakken. Oké. Nou, laten we kijken bij de haaien. Dum, dum, dum. Daar moeten we heen. Naar rechts? Ja. Het begint al een beetje spannend te worden, hè? Ik weet niet of deze drijft, dit beetje. Oei. Hoezo zwemmen ze zo helemaal boven? Omdat ze zin hebben in een anemoonvis. Ja! Nou is die helemaal mooi. Heb je die film niet gezien dan? Finding Nemo. Ja. Daar hebben ze ook trek in een Nemootje, hè? Ja, precies. Hé, hey, maar het lijkt wel alsof ze honger hebben. Toch ja. Of niet? Ja, daar lijkt het wel op. Zullen we eens kijken? Ik kom naar beneden al hoor, maar we kunnen wel dichterbij gaan kijken. Zullen we dat doen? Ja. Oké, okay, is goed. Ik ben voor. Oké. Oké, ga jij maar voor. Oké. Het is wel donker hier hoor. Maar gelukkig mag ik jou filmen. Ik zie helemaal niks. Ja, dat was de afspraak, hè? Jij filmt en ik doe het. Oké, dan voorzichtig de flapjes open. En als het goed is, zie je daar water en haaien. Dit ga ik niet doen. Ik ga het niet doen. Zag je eentje zwemmen? Echt, nee, geen kans. Ze zitten hier bovenaan te wachten. Dit is een soort van McDonald's bij de McDrive. Ja. Hier is uw hamburger. Nee, absoluut geen. Ik ben geen filet-o-vis vanavond, echt niet. Nee. Hier, plakje kaas erbij, filet-o-vis. Nee, gaan we niet doen. Oké, alleen kijken dan. Oké. Zonder duikbril, gewoon kijken vanaf boven. Zullen we dat doen? Dat is wel cool. Kijk, weet je wat het verschil is? Zo, hij scheert hier langs. Weet je wat het verschil is? Als je aan het duiken bent en je doet een nachtduik, dan ben je in het water en dan ben je een soort van... Ben je een soort van één van hun. Dus dan zit je daar beneden en dan ben je één van hun en dan zit je daar. En dan, nou, als je eigenlijk niks geks doet, gaan ze gewoon langs je. Als ik hier nu op een waterbed spring, dan denken ze dat ik een of andere gewonde zeehond ben die wel lekker snacky is. Kijk nou, ze zitten hier alleen maar te cirkelen. Dus nee, dat zou geen goed idee zijn. Maar je kan dus wel gewoon ermee duiken. Want er zijn hier natuurlijk ook mannen die hier de ramen schoonmaken en dat soort dingen. Die duiken er ook mee. Maar goed, op een luchtbedje. Is misschien bij nader inzien. In een Nemo-pak. Toch geen goed idee. Oké, jongens, dat was mijn avondje wel. Ik ga even lekker veilig hier aan de andere kant van het glas liggen. En dan is er toch wel eventjes een hele grote droom van mij die uitkomt. Namelijk slapen bij de haaien. En dan weet ik één ding zeker. Is dat zij nog wel even wakker zijn. Wel rusten. En wat nou dan als het lek gaat, het aquarium? Ruben, hou op. Ken je die reclame van vroeger? Dat zo'n haai, of nee, zo'n schoonmaker, die knalt dan met die bezem tegen die ruit. Ken je die? En dan komt zo'n haai op afzwemmen. Nou, wel te rusten. Ah, goedemorgen, jongens. We hebben heerlijk bij de haai geslapen. Maar ik heb eigenlijk best wel een beetje honger, jij? Ja. Hé, hey, lekker zeg, croissantje. Ik denk dat die haai ook wel een bijtje lust, of niet? Ik denk het wel. Croissant? Nee, dat kunnen natuurlijk geen croissant. Oh, dit is lekker zeg. Voor op de croissant. Klein beetje schelvis. En dan gaan we eens even ontbijt op bed brengen aan de haaien.
Hoi. Zo, hij heeft hem opgegeten. Nou, die jongens hebben ook lekker ontbijt gehad. Ik ga denk houden bij de croissant. Jongens, vonden jullie nou een leuke aflevering? Vind je dan niet een duimpje omhoog doen? En hier beneden te abonneren. En zien jullie gewoon weer volgende week. Later.